Gerard, het begon zo goed vrijdag. 2 keer goud. Ja, vrijdag was een inspirerende dag, absoluut. En 2 keer goud en ook nog de zilveren prachtige 5 kilometer van Jan. Ja. En als we dan even verder terugkijken naar zaterdag en zondag, vandaag dus. Wat vind je ervan? Nou, ja, dag 2 en dag 3 gaan niet de boeken in als zeer inspirerend. Sterker nog, dat was eigenlijk tegenvallend. En daar zitten een aantal elementen in. En de elementen zijn dat er ergens te veel fouten gemaakt worden. En aan de andere kant, dan roep je een soort van pech over je af. En aan de andere kant waren er gewoon teleurstellende zeg maar fysieke prestaties. En ja, dat moeten we allemaal meewegen. Dus van succes naar wat foutjes. Wat voor fouten? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt de wissel van Linda, dat mag niet gebeuren. Daar gooi je uiteindelijk gewoon een ticket mee weg. En ja, daarmee mis je gewoon een aantal 3 kilometers. Kijk ik even naar de 1000 meter van iedereen. Normaal moet dat geen probleem zijn om zich te plaatsen. Nu 6e. Ja, nou, dat is ook de energie die in iedereen zit. Dus het schaatsen wat iedereen zit. In 1:57 rijden op de eerste dag op het slechtste ijs van het weekend. En dan hier de rondetijden nauwelijks kunnen halen die je op een 1500 rijdt. Dan moet je ook concluderen dat in die race fouten gemaakt zijn. Hebben we Jan Blokhuizen gisteren 10e op de 1500. Ja. Zeer tegenvallend. Dat was absoluut niet wat wij ervan verwachten. Het was voor hemzelf ook een enorme domper en een teleurstelling. Dat pakt hij dan weer in tussen 2 uitstekende lange afstanden. De 5 kilometer heeft hij heel goed geschaatst. De 10 kilometer wat onzeker ingegaan, maar volgens zichzelf helemaal herpakt. En een goed ritme naar een finish rijden met een hele sterke eindtijd. Dat geeft de burger weer moed en dat plaatst die 1500 meter nog erger in de kantlijn van wat gebeurde daar precies.